Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Glowing Garnet Shiny Cage Lock. Sander heeft de vorige Cage Lock een match gewonnen en ik ben nu zeer sad. Nu doet hij het wel. Ja, nu doet hij het wel. Nee, snap ik wel. Dat was wel even. Maar goed, hè? Altijd blijven lachen. Dat is wat Bassie zou zeggen. Ja, en Bassie kan het weten, want die is zo'n smarty pants. Hij is wel zo'n smarty pants, ja. Hidden power, maar ik weet niet welke hidden power hij heeft. En ik denk dat hij is. De level cap is maar 53 voor de volgende? Die gaan we hoger maken, want anders zijn onze Pokémon straks allemaal overleveld. Ja, snap ik. Ik weet ook niet wat moet zij doen om te evolueren. Wie? Oh, wacht, ik kan weer met je meekijken nu. Ja, Mr. Hillman. Oh, het is level een 30 zij, geloof waarom ik. Volgens mij level 30. Ah, oh, oké. Okay. Het is dus een zij en ik heb heel mijn gedacht. Ja, maar niet uit. Dan had ik die vrouw moeten doen, maar ik kon niet vinden hoe die vrouw heette. Nando, please. Verlos me. Mind reader. Yo, dat is zo'n nummer. Ja, niet dat iemand dat nummer kent. Misschien Paddy. Nou, is dat weer datgene wat ze zeggen dat muziek is, maar niet echt op muziek lijkt? Dat is echt wel muziek. Kijk, Paddy, die luistert death metal. Dat is too much. Doof en metalig. Ja. Ja, nee, dat is niet mijn muzieksmaak. Power trick, nee. Ik denk niet dat het level 30 was trouwens. Ik denk dat het level 37 was. Nou, oh, oké. Okay. Oh, hij is vies groen geworden. Oké. Goed om te weten. Is het ook lekker groen? Ja. Maar sowieso, met de laatste cage match kun je nog dinges, toch? Ja, met de. Ik kan sowieso naar de achtste gym. Dan kan ik op 5-3 komen. En dan kan ik 3 punten halen door de final cage match te halen. Ja. Maar gaan we sowieso afmaken of de game? Of gaan we gewoon zeggen als het onmogelijk is voor jou om te winnen? Nee, we gaan hem sowieso afmaken. Nee, ik wou net zeggen, dat had ik wel gehoopt. Niet omdat ik dan, ja, gewoon omdat ik het leuk vind, zeg maar. Ja, tuurlijk. Niet dat je denkt, oh ja, dat jij nu kan. Ik denk dat ik weet wie ik meegeneem voor nu. I'm gonna zap my pretty wing. Doet dat iets? Ik hoop het niet. Want dan ben ik aan het cheating. Oh, ja? Met mijn Wingull. Nou, heb ik hem in principe niet gebruikt, dus dat maakt niet heel veel uit. Maar... Hoezo kan Wingull niet diven? Moet ik nou serieus hem gaan recandyen? Even kijken welke poker. Oh, air cutter? Hoezo kent Getaway? Ben je zo'n slome zak? Blijkbaar. Ah. Als je echt per se dood wil, dan maak je wel dood hoor. Ik bedoel, dat is niet echt een probleem voor mij. Nou, geef me even 2 jaar en dan zien we wel verder. Wacht wat.
Oh, je hebt het niet tegen mij. Oh. Huh. Funny. Maar nu ben ik wel benieuwd wat die andere reden was. Waarom je vond dat mensen zo zwak reageren of zo niet enthousiast. Nou, niet per se een andere reden. Ik vind... Nee, wat... Want je zei jullie, dus wie deed dat? Ja, gewoon iedereen. In de groepsapp ook. Niemand is... Het Nando's nieuwe stopwoordje is... Kan wel. Ja, oké. Nee, het was niet dat je laatste call was en dat ik toen zo was van, hey. Ik zeg iets super vets en nu zeg je niks erop terug of zo. Nou, dat niet echt, maar ik heb ook al niet echt... Ja, ik heb laatst ben ik heel even live geweest dat ik met mensen in de call zat. Hoezo kan deze man niet dive? Is deze man dom of zo? Oh, maar surf kan hij wel. Nee. Nou jongens, al dat gelevel voor niks geweest. Kan deze wel dive of is dat ook weer nog goed genoeg? Hé. Hurley gaat diven. Ja, deze kun ik niet. Deze ga ik toch niet gebruiken. Oh, dat is wel een fairy ook. Dat vergeet ik. Ja, hij is fairy fairy. Welk? Oh ja, die kant. We moeten nu diven in. Ik weet niet eens welke kant, joh. Moeten we hier naar onder of zo? Naar beneden, ja. Dit is niet normaal meer. Het water op. Wat doe je? Dit water? Nee, je moet naar beneden. Kun je hier nog verder? Oh, je kunt hier nog verder. Hier naar links? Nee, dat is rechts. Ja, daarin. Of vloenk. Oh, dat is een trainer. Verder naar beneden. En daar omheen. En nee, ja, links. Ja, daar naar binnen en naar beneden. Ah, ja, dit ken ik. Oh, maar dan zijn we er ook al bijna. Ja. Oh nee, dit is de hideout. Dat is waar ik nu mee bezig ben. Kut. Wie heeft... Je hebt geen rocksmith nodig. Je hebt strength nodig. Oké, gelukkig. Wie heeft daar M's bedacht? Echt, de persoon die dat gedaan heeft, ik sta een persoon... Oh, wil je het weten wie dat gedaan heeft? 2D Games. Sorry. What the fuck? Dat was niet eens nodig. Je moet hier niet naar boven, je moet hier links, ja wel, je moet die kant wel op, alleen niet het trappetje op, naar links moet je nu. Oh, ja, als jij zegt niet naar boven, dan ja, denk ja. Ik niet naar boven. En aangezien ik daar niet in kwam, dacht ik dat je dat bedoelde. Ik ga hier ook geen, het kan me echt geen... Nee, het zijn ook alleen maar zoombats, dus je hebt er ook nog helemaal niks aan. Alsnog, al was dat niet zo, het kan me echt helemaal niks meer schelen. Ik heb mijn Masquerade niet bij me. Dus ik word hier boos van ofzo. Hé, is examenzaal, oké. Oh, wacht, kun je hier gewoon... Volgens mij moet je gewoon hier naartoe, toch? Ja, dit is goed, volgens mij. Goed, links, juist, en dan rechts en rechtsboven. Ja. Nee, wat doe je? Weet je het verschil tussen links en rechts? Daar moet je niet heen.
Oh nee, dat blij. Links. Dat is naar boven. Juist. En naar rechts. Ja. Oh, gewoon niet. Sorry dat ik debieltje ben. Weet je, hoezo kan dat niet? Stond ik er niet goed voor of zo? Huh? Hoezo kom je niet naar boom? Moet ik tegen deze Klojo vechten? Tegen die beta moet je vechten. Klovio. Michtiana. Michtiana. Oh, ik sta nog op 400 speed trouwens. Wow, hoe durf jij me 400 te speeden? Doe het gewoon. Waarom dacht ik dat hij een ground type was? Omdat hij een water type is. Nee, hij is geen water type. Ja. Nee, doe dat nou niet. Dat wou ik niet eens. Je moet naar boven, wat doe je? Maar je moet die toch naar onder? Nee, dat hoeft helemaal niet. Gewoon doorlopen. Sorry. Je deed het met dom deze aflevering. Je deed het met dom. Oh, dat had je niet over dom gesproken. Oké, ik was niet zo dom om mijn intro momentje aan te laten staan. Maat, voor 11,5 minuut? Nee, ik zei niet zo dom, hè? Oké. En ik heb dat gecheckt en toen bleek dus dat ik niet zo dom was om dat te doen. Nu heb je de puzzel verneukt. Nee, kijk, want ik heb de puzzel verneukt. Oh. Jij, je bent geen echte heer. Nee, nou ja, ik raak hem wel, maar wel met weinig pikarat. Pikarat. Zo gaat dat als ik de. Als ik pikarat. Als ik die ding verkeerd doe. Je moet deze gewoon helemaal doorschuiven, Sander. Helemaal doorschuiven. Heel goed. Ja. Goed zo, je kan het. Nee. Kan het tussendoor lopen, Sander? Ja, nou dat. Nou, je wordt hier nog goed in, Sander. Nou. Wauw, ik ben trots op je. Deze puzzel is symmetrisch, dus je kunt het op twee manieren oplossen. Als je exact hetzelfde deed, alleen dan. Hey! Shiny! Heb je? Ja, die heb ik al. Die heb ik al. Ah, set. Maar het was wel vet omdat het niet gewend was of zo. Doe het trouwens de Groudon wel, als je hem straks mag vangen, de Groudon wel shiny hunten. Wajo. Dat kunnen we doen. Ja, prima. Oké. Okay. Welke type zou deze Omega Greninja zijn? Steel? Lava Shuriken? Fire? Zou het zo, zou je denken? Misschien maar. Ik wou Steel zeggen, maar ik zei zelfs Steel. Oh, ga ik meteen in de battle? Oké, nee. Het is een Fireman mail. Ik ga early levelen. Het kan me niet schelen. Kut, die heeft kut moves. Denk me net. Nou ja, boeien. Ik ga early levelen, kan me echt niks schelen hoor. Ja, ziet het eruit alsof ik een boei? Ik ga hem gewoon levelen. Oh! Azumarill, wat vet. Dit is een Azumarill, dat is vet. Oh, dat is vet. Dat is met vet. Mad vet, boyo. Baden van de Water Tribe? Maar hij is meer special attack, maar hij heeft wel huge power natuurlijk. Heeft hij huge power? Dat is wel huge. Ik heb geen idee of hij huge power heeft, ik hoop het maar. Heeft hij dubbele attack? En anders heeft hij tick vet. Oeh, dat is oprecht best wel gunstig. Ja, dan weet ik nog steeds niet of hij huge power heeft.
Maakt niet uit, playerf moet je altijd leren. Levitate, maat, hoezo heeft hij levitate? Ja, dat wist ik trouwens wel. Dat is best wel... Ja. Ik wil niet lullig doen, maar dat is best wel vaker bij een... Reason. Waarom doe je dan lullig als je dat niet wil? Mag ik dat weten? Wow. Spijt. Ook nog liegen? Wat een jongen. Poisoned, maat. Leave Britney alone. Ja, dat zou ik ook zeggen. Als ik in jouw positie stond. Superpower? Bro, wat is dit? Pokémon is dit, trouwens. Voor de mensen die dachten... Hij weet niet wat het is. Ik weet wel wat het is. Het is Pokémon. Oh, het is Pokémon. Zeg het dan eerder. Niemand vertelt mij dat ook, hè? Dat het Pokémon is. Oké, okay. Nee, het is Pokémon. Kom je nu mee? Nee. Fijn dat je het me nu vertelt. Dan weet ik nu hoe het moet. Zo, baten van de Water Tribe. Jij krijgt even een nieuwe potion. Even nou gewoon die klote ground on. Ik ga toch even speeden, want dit boeit niemand. Oh, ik ga even speed down. Dat is tegenovergesteld, speed up. Greninja ster. Haha, maar ik ben voorbereid op je fratsen. Mr. Maxi. I'm Maxi. Hou er rekening mee dat zijn laatste Pokémon waarschijnlijk een Mega Evolution. Steel is super effective. Dat deed niet op, veel, maar op Fairy, het was wel even een hartverzakking verder. Kijk, het doet echt veel. Weet je dat dat trouwens een Engels leenwoord is? Wat? Hartverzakking, ja, tuurlijk. Ja. Sorry, het was zo'n gewoonte van mij. Maar het was zo, ja. Soms dan besef ik het niet eens meer, hè? Dat is heftig. Dat is wel heel heftig, ja. Ja, maar het is zo'n dagelijks taalgebruik natuurlijk. Als je zo'n pro bent als ik. Hij is echt hoog level trouwens, deze man. Oh, hij doet kibooming. Ja, dat vind ik best wel eng eigenlijk. Ja, maar die Durant van jou heeft zoveel defense, daar is echt om bang van te worden. Ja, maar dat komt ook omdat ik hem getraind heb. Sorry. Weet je dat nog? Ik heb hem zo net getraind. Ja, dat weet ik. Daardoor won je net ook de cage match. Ja, sorry. Spijt me dat ik cheating heb. Je mag de punten hebben van mij. Nee. Zo wil ik geen punten winnen. Alleen Paddy wint zo punten. Door te cheaten. Wat was zijn laatste? Crobat. Waarom? Dat is niet zijn laatste, dat is zijn ene laatste. Hè? Wacht, wat was zijn laatste dan? Weet ik niet, maar dat is sowieso een mega. Oh, dat zei je, dat het een mega was. Oh. Ik dacht al, welke Pokémon was het nou, man? Het was een mega. En dat moest ik onthouden. Camarut? Kut, hij is 2 levels hoog. Dit is elke keer, hè, bij Maxi. Het is een Camerupt. Ja, dat wist ik al. Ik zat eigenlijk al in battle tegen. Oh. En ik zei ook al dat het een Camerupt was. Namelijk. Sorry, ik was even geconcentratie. Ja, dat mag. Maar deze guy, hè, elke keer is die hoger dan onze level cap. Dat vind ik gemeen. Nee, nu is level cap 53, hè. Officieel. Oké, 1 level lager dan. Maar... Oh, ik ben wel eerst. En hij is ground ook. Oh. Geen crit. Was ik eerst? Ik was eerst. Oh, ik won het kill hem. Nice. Het zou nog een speed tie kunnen zijn. Het is wel een Camerupt is niet snel, toch? Nee, Camerupt is niet snel. Oké, okay, het was geen speed tie. Daar heb ik gewonnen. Lekker één. Is Engels voor gewonnen. Oh. Ik
ik had verwacht dat jij dat wel wist. Dat wist ik ook, maar ik wou gewoon eventjes het goed geven. Nee, ik deed het eigenlijk voor de kijkertje. Ik deed het eigenlijk voor Paddy en Jordi en zo. Nee, grapje. Jordi is wel slim. Paddy niet, want die kijkt deze serie niet. En die kan geen Engels zien. Ik heb hem nog nooit horen praten, goed Engels zien, dus... Als hij tijd had om de serie te kijken, had hij ook tijd om een teamnaam te verzinnen en een logo te maken. Ja. Deze man kan wel een hele chunk uitgraven. Ja. Simon heeft mij letterlijk nog geappt dat die chunk helemaal uitgegraven was en zo. Maar een teamnaam verzinnen? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Loser boy. Ik heb dit gespeed-up trouwens, dan weet je dat. Zeg dat maar nog een tweede keer. Dat hoef je eigenlijk geen tweede keer te zeggen. Kijk, nee, ik dacht van, ik laat het wel even zo. Ja, en mag ik al bewegen? Nee, het duurt me te lang. Je staat daar al een tijdje. Jampering is dit. Jampering. Het is net zo kut namelijk. Dat is echt wel een ding. Door al die cutscenes tegenwoordig in Pokémon is de replayability zo erg naar beneden gegaan. Dat klopt, alleen cutscenes maken een game op zich wel leuk, zeg maar. Alleen moeten de cutscenes ook iets toevoegen. Dan moeten het echt ingesproken scènes zijn, zeg maar. Ja, dan is het wel leuk. Klopt. En dat je hem gewoon kan skippen als je dat wil. Dus als je hem replayt, dat je dan gewoon kan skippen. Maar het hele ding, bij bijvoorbeeld Assassin's Creed of zo, of Professor Layton, heb ik er nul moeite. Nou, bij Professor Layton heb ik vaak ook op een gegeven moment wel dat ik denk... Ja, maar dat is wel veel beter naar te kijken dan... Ja, en sommige zijn ingesproken, hè? Ja. Niet allemaal. Maar sommige zijn wel ingesproken. Ja, alle belangrijke zijn ingesproken. Ja. En als er echt iets vets gebeurt, dan is het zo van... Oh ja, we spreken het even in. Vind je dat goed? En dan zeg ik, ja, graag zelfs. En dan zeggen ze, oké, toppie. Dat doet de game. Ja. Ja, zo is de game. Ja, weet je, ik heb het ook niet verzonnen. Level 5, die heeft het verzonnen. Ha, got him. Oh, hier heb je geen horde battles, dan ga ik die moeite niet doen. Oh, wat gemeen. Ik mag geen water type attacks doen ofzo, want ze doen het niet. Zijn die kapot, je water type attacks? Ja, ik weet ook niet. Ik snap er niks van. Ik deed gewoon... Hij deed gewoon echt niks, hè. Forcing the palming. Oh, wacht. Forcing the palming again. Oh, kut nu. Door mijn battle heb ik niet opgelet waar jij naartoe ging. Nu... Ik kan het jou al vertellen. Nu lijkt het net alsof ik niet zo smooth naartoe ga. Oh, hier naar beneden? Ja, naar dive, hè? Beneden. Ja. Ja, precies. Zie, dat is het gewoon. En dan naar beneden en naar links. Zo. En daar is het al. Oh, joh, dit is helemaal niet moeilijk. Nee. Hoezo? Dit is ook veel makkelijker in de 3D-games dan in de 2D-games. Oh. Ja, in de 2D-games had ik hier altijd moeite. Dit was het punt waar ik stopte. Omdat ik vast zat. Echt? Ja, oprecht. Ik heb deze games hier wel een paar keer door dive... niet uitgespeeld, zeg maar. Nu wil je. Dat is oprecht waar. Ik heb me uiteindelijk wel meerdere keren misschien twee keer of zo, maar waarschijnlijk een keer de Ruby. Wij hebben sowieso deze game al een keer gedaan voor een serie. Ja, nee, maar ik bedoel de 2D, zeg maar. Die heb ik waarschijnlijk één Emerald uitgespeeld en één keer Ruby Sapphire. Eén van de twee. Hoe lang is de video? De video is 25 minuten, hè? Dat weet ik. Oh ja, ja, dan moeten we eigenlijk wel gaan stoppen naar deze cutscene, die heel kut is. Nou, hij is wel kut. En zien. Nee, maar het is wel bij... Het is echt waar, als er
ingesproken worden, dat is zoveel beter. Dan kan ik er echt wel naar kijken. En dan moet het dan ook zou, wel gewoon een beetje... Dan zou ik het niet eens skippen bij... Als ik een Pokémon game zou replayen, denk ik. Nee, ik denk bij Legends Arceus ook, als ze daar... Dat is echt een goed voorbeeld van... Ik heb het ze de eerste keer niet geen eens goed gelezen. Maar als ze daar gewoon echt voice acting in hadden gestopt... Ja. Prima. Oh ja, laat het lekker een 10-jarige het opkrappen. Ja. Dat kan allemaal gewoon. Tegenwoordig. Met maar 7 bijtjes. Op dit moment. Ja. Er zijn toch ook zat 10-jarigen. Of 11-jarigen misschien. Die nu al 8 bijtjes hebben. Waarom moeten die dit niet oplossen? Omdat wij Pokémon meesters zijn. Ik denk niet dat het normaal is dat een 10-jarige al die badges heeft, toch? Ja, maar alleen maar dat weten toch niet dat wij een Pokémon meester zijn. Ja, maar in de anime is toch ook al die kleuters hebben badges. Gary is ook 10, die heeft ook badges. Ash is 10, die heeft ook badges. Gary is wel ouder dan Ash, toch? Is Gary ouder dan Ash? Ja, volgens mij wel. Niet veel, maar wel iets ouder. Ja, oké, maar stel hij zou 11 zijn. Nee, ik zat weer te denken aan 13 of 14 of zo. Wacht, kan hij geen auto rijden? Holy damn. Hij heeft toch altijd die chicks in achter in zijn auto? Holy damn, ja, dat is wel zo. Hij is gewoon 16. Ja, en het is Japans, dus dan is hij 18. En hij kan dus want hij kan auto rijden. Wat betekent dat hij dus eigenlijk alleen maar beef heeft met een 10-jarige en 18-jarige. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Adios, amigos.